De Nationale Assemblee, de regering en het United Nations Children's Fund, UNICEF, hebben gisteren een dialoog gehouden met kinderen en jongeren van Suriname. Deze dialoog heeft te maken met World Children's Day op 20 november. Zowel de kinderen als de jongeren hebben diverse vraagstukken gepresenteerd met betrekking tot geweld, onderwijs en inzetbaarheid. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons stond stil bij het geweld dat kinderen dagelijks wordt aangedaan, maar onderstreepte tegelijkertijd de effecten van klimaatsverandering op de huidige generatie. Als voorzitter van de Nationale Assemblee, die namens Suriname ook in de regio van de Amerika's heel veel werk doet in verband met klimaatverandering en het reduceren, het verminderen van het risico op rampen, in onze regio en voor Suriname, wil ik vandaag toch een andere dimensie toevoegen. Dat wil zeggen, ik wil iets anders eraan toevoegen. Waar mijn gedachten vooral de laatste maanden veel naar uit zijn gegaan. Omdat wat er gebeurt in de wereld in verband met klimaatverandering, is iets waar volwassenen aan werken, maar waar volwassenen en regeringsleden onvoldoende aan werken tot op dit moment. En wat heel erg jullie aangelegenheid is, jullie zaak. Wanneer we kijken en luisteren naar berichten van de alle instanties die werken met klimaat en klimaatverandering, de wetenschappers, wanneer we luisteren naar de berichten, dan horen we vaak dat men praat over een wereld die moeilijker leefbaar wordt en die risico's zal inhouden voor onze kinderen en kleinkinderen en nageslacht. Geling-Simons legde de nadruk op de verantwoordelijkheid op de huidige generatie als het aankomt op macroveranderingen in het leven. Hoe meer de huidige generatie wegwijs wordt gemaakt, hoe positiever de veranderingen zullen zijn op diverse gebieden. En als we kijken wat de wereld doet om een stop te brengen aan de verandering van het klimaat, dan zien we dat dat nog onvoldoende is. En dat is alles sinds jullie zaak. Dus ik wil toevoegen aan de zaken die van groot belang zijn voor het dagelijks leven van onze kinderen en voor de toekomst van onze kinderen, jullie. Dat is het beroep dat moet worden gedaan, zeker op de landen die het liefst de broeikasgassen uitstoten, om daar heel hard aan de rem te gaan trekken, omdat jullie toekomst absoluut in het gedrang komt als dat niet gebeurt. Want of je vader en je moeder genoeg geld hebben, genoeg eten hebben, of jij straks je kinderen kan verzorgen en een goede baan kan hebben en een rustig leven kan hebben, dat heeft alles te maken met klimaatverandering en klimaatrampen die we op ons af zien doen. DNA-voorzitter Jennifer Geling-Simons gisteren tijdens de dialoog tussen DNA, regering en UNICEF in verband met World Children's Day. Ze haalde vooral de effecten van klimaatsverandering aan op de huidige generatie, waaronder vooral jongeren en kinderen.